Vandaag zijn we afgereisd naar het mooie Roosendaal en we zijn in Tolberg Centrum. En natuurlijk zitten er hele leuke winkels. Vandaag gaan we kijken of we mensen blij kunnen maken. Ik heb hem meegekregen, de pinpas van alle winkeliers hier uit het winkelcentrum. En we gaan eens kijken of er al bezoekers binnen zijn. Ik mag vandaag mensen in het zonnetje gaan zetten omdat het winkelcentrum 30 jaar bestaat. Ja, dat is leuk hè? En ik heb een pinpas meegekregen van de winkeliers. Dat is leuk. Dus we gaan u eens even lekker flink verwennen. Ik ben Jeroen van de actie Wij Pinnen Voor U van het winkelcentrum. Het winkelcentrum bestaat 30 jaar. U mag uw geld wegdoen. Als u het goed vindt, ga ik ook voor u betalen. Dat vind ik goed. Ja, namens alle winkeliers. Dan maken we er gewoon één groot feest van hier bij de Roy Bakkerijen. Mag ik het voor u ook betalen namens alle winkeliers? Heel graag. Ja. 110 euro. Gewoon hop. Meneer de Roy, kijk eens, alsjeblieft. En ik wens u een heel fijn weekend. Ja, jullie ook. Hoe gaat dat? Kijk eens, als er heel veel plezier. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Super, hey, bedankt. Ja, graag gedaan. En dochter gewoon de groeten doen, hè. Oké, tot ziens. Hoe zou u het vinden als ik vandaag uw boodschappen ga betalen namens alle winkeliers? Nou, dat zou ik prima vinden natuurlijk. Ja? Nou, dan gaan we nog even lekker doorshoppen, want ik zou er nog maar even wat bij gooien nu. 79,15 euro, alstublieft. Nou, dan. Nee, je pas die kan gewoon weg. Die mag je weglaten. Daar gaan we. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Dat zijn 6 mensen. Als ik nou eens voor alle 6 20 euro mee ga betalen. Ik ga even vragen wat deze mevrouw ervan vindt. Heel leuk. Nou, gaan we regelen voor u. Dat is niet verkeerd. Nee, toch? We bestaan 30 jaar, dus ik dacht, kom, we doen eens even een leuke actie. Nou, hartstikke leuk. U krijgt ook 20 euro. Helemaal te gek. Ja, het geldt ook voor u, ook 20 euro. Nou, dankjewel. Nou, alsjeblieft en veel plezier ermee. En iedereen wordt gewoon gelijk blij met een soort Sinterklaas, maar dan heel vroeg. Even wachten. Akkoord, 6 mensen blij gemaakt met 20 euro. In de kapsalon, ze noemen hem ook wel Mr. Pin. Ja, dat betekent dat ik de pinpas meegekregen heb van alle winkeliers vandaag. En omdat het winkelcentrum 30 jaar bestaat, mag ik gewoon alles voor u af gaan rekenen. Oh, wacht. Ben je niet uitgekomen? Nee, ik zou zeker nog even doorgaan. En we zijn op pad met de pinpas van alle winkeliers. Dus ik weet niet wat u wilde kopen vandaag. Een aardigheidje. Een aardigheidje? Ja, er is iemand. Een housewarming. Een housewarming. En wat was het budget wat u daarvoor uitgetrokken had? Euro 15. Kijk, er staan hier leuke pakketjes. Ik ga het betalen, dus ik zeg, nou, we mogen vandaag tot 25 euro gaan. Oké, nou, dat is heel aardig. Zeggen we dan? Kun je dat hardop zeggen? Zeggen we dankjewel. Alsjeblieft, en veel plezier bij de huiswarming. En namens alle winkeliers. Ja? Nou, graag gedaan. Tot ziens. Mag ik de winkeliers hartelijk bedanken? Nou, dat mag. En ze staan hier ook, want deze winkeliers horen er ook bij. Dankjewel, dankjewel. 74,34 voor Mr. Pim. 74,34 euro. Ik ben lekker aan het strooien vandaag. Kijk eens even achter u. Herkent u diegene toevallig? Lijk ik erop? Het is echt mevrouw, ja. U denkt dat het een soort candid camera is? Nee, kijk eens, ik ben akkoord. En ik wens u er heel veel plezier mee. Dankjewel. Namens alle winkeliers. Heel erg bedankt. U wilde af gaan rekenen? Ik wilde af gaan rekenen. Nou, dat hoeft vandaag niet. Oh, nou wat fijn. Ja, het winkelcentrum bestaat 30 jaar. En wij trakteren de vaste klanten op leuke cadeautjes. Oh, nou fantastisch. Meneer, u mag uw portemonnee dichtlaten. Ik ga namelijk voor u pinnen. Het winkelcentrum bestaat 30 jaar en u heeft hartstikke geluk. Ik ben hier toevallig binnen. Oh, geweldig. Ja, en u moet ook nog afrekenen, mevrouw. Ga ik ook voor u betalen namens alle winkeliers. Geweldig. Contactloos. Contactloos. En ik ben akkoord. Nou, veel plezier ermee, hè. Dankjewel. Namens alle winkeliers. En de Bon, dankjewel. Dankjewel. En tot de volgende keer. Fijn weekend, tot de volgende keer. U ging afrekenen, mevrouw. Ik ga afrekenen. Nou, zet u het maar neer. Ik ben toch met mijn pinpas aan het zwaaien. Ik ben een soort Sinterklaas. Fijn. Ja, wel heel vroeg. Ik ga het voor u betalen namens alle winkeliers. Oh, dankjewel, hoor. Nou, graag gedaan. Ik mag u gaan verwennen. Dus wat zou je ervan vinden als we eens even richting de parfumafdeling gaan? Nou, dat vind ik. En eens even gaan kijken of er een lekkere parfum voor ja, u is. Hartstikke leuk. Ja? Nou, dan gaan we gewoon weer even de winkel in. U weet de weg hier, hè? Ja. Ik niet, ik kom hier niet vandaan, dus ik loop achter u aan. Ik loop er rechtstreeks naartoe. Samen komt u op 95 euro.
krijgt u 95 euro cadeau. Dat meen je niet. Dat meen ik echt. Oh, wat leuk zeggen. Oh. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat kon u niet vermoeden toen u vanmorgen uit bed kwam. Nee, dat kon ik niet vermoeden. Nee, inderdaad. Dat klopt. Oh, leuk hoor. Nou, we gaan richting de kassa. Ik ga mijn pinpas opzoeken. Leuk. Nou, daar gaan we. Dan hoop ik dat er nog genoeg op mijn pinpas staat. Ja. Akkoord. Nee, kijk eens, heel veel doe het in het tasje, heel veel plezier ermee. Ze wil de hele ploeg een handje geven. Dat is Angelique. Die, en dat is de cameraman. Nou, ik loop met u mee gelijk. Je was wat lekkers aan het shoppen. Ja, wijn. Nou, komt dat goed uit? Ik heb namelijk vandaag de pinpas van alle winkeliers. En ik mag gewoon dingen cadeau gaan geven. Oh, leuk. Ik ben morgen jarig. Nou, dan gaan we even shoppen voor je verjaardag. 117,15. Nou, dan komen we met de pinpas. Ja, het is een leuk bedrag, hè? En ik ga mensen blij maken. Dus ik zie dat er allerlei lekkers gekocht wordt. Klopt. Ja, ik ga het vandaag afrekenen. Dus ik zou zeggen, ga even lekker door. Met 57,50. Nou, dan ga ik pinnen. En dan wil ik er ook nog een cadeaubon bij van 50 euro. Voor die meneer, kan dat? Ja? Ja, ja. Nee, dat is makkelijk. Het is gelukt. U ging afrekenen? Ja, klopt. Nou, weet u, u mag dat geld terugpakken. Oh. Want ik heb hier namelijk de pinpas van alle winkeliers hier uit het winkelcentrum. Oh. En ik ga het cadeau geven. Wat had u gekocht? En ik had een intratuinbon gekocht. Een intratuinbon, maar die moet u cadeau gaan geven. Ja, klopt. Maar dan heeft u zelf nog helemaal niks. Nee, dat klopt. Als ik jou nou eens voor jezelf een cadeaubon ga geven van 30 euro erbij. Nou, dat is goed. Prima. Leuk. Dan heb je, ja, dan heb je, geef je die cadeau, maar dan moeten we wel even een ander zakje eromheen doen. Want niet dat je de verkeerde weggeeft dan natuurlijk, want dan geef je 30 euro weg. Die 20 euro ga je weggeven, die 30 euro is voor jezelf. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En ik zie die meneer staan, u staat met een boek, meneer. U moest nog afrekenen. Wat doet zo'n boek tegenwoordig? Dit kost 20 euro. Dit kost 20 euro. Nou, ik ben in een goede bui. Ik ben namelijk aan het afrekenen namens alle winkeliers. Het winkelcentrum bestaat 30 jaar en ik mag cadeautjes weggeven. Dus u krijgt van mij dit boek gewoon cadeau. Doen we er ook bij, ja. U had dat nodig, dat papier? En heeft u nog meer nodig? Verder niet. Nou, mag ik het pak papier meenemen? Mag ik het voor u afrekenen? Gaat u dat voor me afrekenen? Ga ik voor u afrekenen. Ja, en vind ik misschien nog een leuk tijdschrift voor uzelf? Nee. Nee, echt niet? U bent hier blij mee? Ja. Nou, dat is altijd fijn om te horen. 79,69. 79,69. Nou, dat wil ik graag pinnen. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, u hartelijk bedankt. Graag gedaan. Kijk eens, alsjeblieft, die is voor jou. Dankjewel, Ivo. Heel graag gedaan. Een heel fijn weekend, hè? Dankjewel. U bent alle boodschappen voor het weekend aan het doen? Jazeker. Wat zou u ervan vinden als ik vandaag namens alle winkeliers uw boodschappen ga betalen? Oh, dat zou leuk zijn. U moest ook nog afrekenen, hè? Ja, klopt. Zal ik voor jou ook gewoon mijn pinpas trekken? Ja. Ja. Namens alle winkeliers krijg je het ook cadeau. Daar komt hij aan, de bonuskaart. Zo, er gaat aardig wat af. Het is afgerekend. Mag ik de bon meenemen? Ja, zeker. Ja, nou, hartstikke mooi. Voor de administratie. Nou, het is betaald. En een fijn weekend. En tot de volgende keer, hè. €63,29. Nou, daar gaan we. Fingers crossed. Hopen dat het nog allemaal op mijn pinpas staat. Ik ben akkoord. Het is allemaal afgerekend. Ik neem de bon mee. Ik wens u heel veel bedankt. Graag gedaan. Heel veel plezier ermee. En u ook, hè? Ja, bedankt, hè? Ja, graag gedaan. Een fijn weekend. Ja, hè? Ik mag nog eens terugkomen, toch? Oké, fijn weekend en tot ziens. Doeg. We gaan even bij Plaza Tolberg naar binnen. Goedemiddag, mevrouw. Sorry en hallo, jongens. Dat ik jullie even stoor. Jullie gaan lekker een ijsje kopen. En weet je wat het leuk is? Jullie zijn vandaag op het feestje van het winkelcentrum. Want het winkelcentrum bestaat 30 jaar. Winkelcentrum Tolberg, u weet dat? Ja, ik woon hier al meer dan 30 jaar, dus ik weet dat wel. Ik heb hier ook 8 jaar gewerkt. Oh, nou wat leuk. Nou, ik heb namelijk een idee. Als ik nou eens voor jullie allebei het ijsje af ga rekenen. En als ik u eens in het nieuw ga stoppen. Zo, dat is helemaal mooi. Dan gaan wij zo meteen naar de winkel hier tegenover. De kledingwinkel. En dan gaan we eens een leuke outfit voor u scoren. Oh, dat is heel leuk. Ja, toch? Dat is uw geluksdag. Nou, die is akkoord. En mijn bonnetje heel graag. Ja. Nu is het de beurt aan oma, denk ik, hè? Ja.
Ja, want die gaan we ook even in het zonnetje zetten. En nou vertelde jij mij net wat toen de camera uitstond. Dat ik jullie ook op tv kijk. Dat je ons op tv kijkt, altijd op je tablet, hè? Dus jij kent wij. Dus toen ik kwam, wist je eigenlijk al wat er ging gebeuren. Ja. Zo, wat heb je jullie zo? Wauw, chic, hè? Even een erin. Dan wordt het €119 als je niet. Ik ga pinnen. Ik ga pinnen, ja. Ze noemen me ook wel Mr. Pin, dus voor mij. Ik krijg akkoord, stond nog genoeg op. Nou. Mag ik u heel veel plezier ermee gaan wensen? Ja, jullie heel erg bedankt. Ja, heel graag gedaan. Nou, high five. En een fijne zaterdag. En lekker logeren bij oma. En tot ziens, hè. Oké, dag.